We zouden het bijna vergeten, maar cultuur in actie betekent ook dat kindertheater natuurlijk onder vuur komt te liggen. En het ook ongelooflijk moeilijk gaat worden. En we hebben twee, nou ja, het zijn giganten. Ja, ik bedoel, ik hoop dat je Soepkip nog gaat zingen met z'n tweetjes. Maar goed, dat zal wel niet. Het zijn Ernst en Bobby, oftewel Gert-Jan en Erik van Ernst Bobby. En de rest is weg, dat zie ik niet meer staan hier. Ja, dat ben jij. Ja, ben ik. Ja, jij bent de rest niet. Hoe gaat het? Hoe gaat het op dit moment met het kindertheater? En hoe gaat het met jullie? Nou ja, kindertheater is natuurlijk gestopt. Ja. We zijn trouwens door de jaren heen ook andere programma's gaan produceren. Dus we hebben Ernst en Bobby, dat doen we nog steeds. Maar we zijn tegenwoordig ook producent van andere theaterproducties, zoals Juf Roos en Checkpoint. Dat zijn hele populaire theatervoorstellingen. Ja, en van de een op de andere dag stopt dat. Er zijn meer dan 100 voorstellingen die er stonden geannuleerd van de een op de andere dag. Maar het gaat goed met ons hoor. Ja, je hoeft je geen zorgen te maken. Daar maak ik me ook helemaal geen zorgen om. Maar dat geldt voor ons allemaal. Want je hebt ook wat rust en je kunt ook nadenken over de dingen die je wil gaan doen. Maar hoe ga je het weer opbouwen? Want ik begrijp, het was Gert-Jan, hè? Ja. Ja. Dat je moet weer gaan beginnen ergens. Zeker. Heb je een beginpunt? Zeker, jawel. Nou ja, kijk, wij schrijven alles zelf. Hè? Dus we schrijven Ernst en Bobby, maar ook die shows van Juf Roos en Checkpoint. Dus we zijn de afgelopen tijd gewoon heel druk bezig geweest. Je hoeft alleen niet op te treden, maar wel met alles voorbereiden. We hebben twee complete shows geschreven. En dat is wel lekker. Daar hebben we wel de tijd voor nu. Alleen maar ook een voorbeeld is dat van cultuur. Je begint met een idee, dat schrijf je op. En dan wordt het uiteindelijk een productie. Waar hoeveel mensen spelen nu in één productie mee? Ja, het verschilt per productie. Maar Juf Roos bijvoorbeeld? Ja, Juf Roos zijn er niet zoveel. Maar bij Checkpoint is het 18 mensen waar we mee toeren. Maar zo bouw je het op natuurlijk. Zeker, hè? Ja. Zeker. Ja. Ja. En vanaf niks iets, dat is namelijk het leuke. Hè? Je begint wat jij zegt met dat idee. Maar als dat idee die werkelijkheid is en het staat daar in het theater, dat vind ik het allermooiste gevoel dat er maar bestaat. En hoeveel voorstellingen speel je dan bijvoorbeeld van Checkpoint? Checkpoint zijn er 26 dagen. Wij spelen altijd twee keer per dag. Hè? Dat is in kinderland eigenlijk heel normaal. Dus en een voorstelling duurt ongeveer een uur of iets langer? Checkpoint anderhalf uur, Juf Roos een uur, Ernst en Bobby ook anderhalf uur. Maar nu gaan ze in deze tijd ook uit van voorstellingen soms twee keer op een avond te spelen. Ook volwassen voorstellingen. Ja. Omdat je dan iets meer kunt omzetten voor en ons ook iets heel meer normaal. Kunt verdienen. Ja. Dat is normaal. Ze weten eindelijk eens een keer hoe wij ons voelen. Ja, ja. Wij gaan trouwens naar drie keer toe spelen. Wij gaan naar drie zes uur ochtends begin je al met de eerste voorstelling. Nee, maar ja, met kindervoorstellingen die speel je vaak in het weekend en dan ga je 's ochtends opbouwen, dan de eerste om, wat is het Gert? Nou, 11 uur en dan de tweede uur, om half uur, twee uur, en dan 4 uur. Ja. Dus drie keer op de dag. Dus het grappige is dat wij dat dus vrij normaal vinden dat ritme erin zit. En dat wordt nu door de volwassenenhoek, zeg joh, we kunnen twee keer spelen. Ja. Wij doen niet al. Het is uitzonderlijk als wij één keer spelen. Het is ook uitzonderlijk als we drie keer spelen. Het komt niet zo heel vaak voor, maar het is wel te doen. Maar het is natuurlijk ook zakelijk natuurlijk interessant om het twee keer te spelen voor een groep jonge mensen. Waar tuurlijk je ook natuurlijk een normale bedrag voor moet vragen, neem ik aan. Je kan tuurlijk niet extreem veel vragen of kindertheater of iets. Nee, het is meestal onder de twee tientjes. Vind je het zelf nog leuk om te doen, jongens? Heerlijk, Paul. Ja. Heerlijk. Ja. Dat is in al die jaren nooit weg geweest. Nee, altijd. Mis het ook erg. En je houdt ook altijd inspiratie met deze twee figuren. Ja, de grap is dat het steeds makkelijker wordt. We zitten tegenwoordig, gaat het schrijven van de voorstelling, daar doen we steeds korter over. Zeg maar het frame van zo'n voorstelling, dat hebben we nou, de laatste tijd hebben we het in twee dagen. In twee dagen staat het er. En dan zitten we met elkaar te praten en er zijn heel veel foute grappen die allemaal niet kunnen. En dan opeens zeg ik, hé, wacht eens even. En dan, het ontstaat om ons heen en het is heerlijk. Is kinderhumor ook veranderd door de jaren heen? Kan je nu dingen niet meer doen? Kan Soepkip nog gezongen worden? Zeker weten. Ja. Ja. Nou, ik heb weer aan de soep gezeten, weet je dat? Wat wel anders is, wat bij ons anders is, is dat we hebben twee doelgroepen. Wij schrijven en voor kinderen, maar de helft van de zaal, dat zijn volwassenen. En we willen graag dat die volwassenen het ook leuk hebben. Vroeger haalden we alle grapjes waar we zelf heel hard om moesten lachen, die eigenlijk niet konden, haalden we er allemaal uit in de laatste fase. Oh, dat kan niet. Tegenwoordig denken we, joh, we laten alles wat wij grappig vinden, laten we er gewoon in zitten. En dat horen we wel terug, dat ouders dat gewoon ook grappig vinden. En dat zijn de dingen waar wij gewoon zelf aan moeten lachen. Voor jezelf ook lekker, hè? En er zijn natuurlijk ook ouders die jullie hebben gewoon meegemaakt toen ze nog kind waren. Ja, we denken dat alleen maar Basje en Arjan dat hebben. Dat hebben jullie ook al inmiddels. Ja, het is verschrikkelijk. Er komt we zien het al aankomen. Komt zo'n moeder met een foto naar je toe lopen. En dan weet je het al. Nee. Dit was ik, weet je. Me too, nou ja. Nee, maar goed, het is wel dat is een goede beetje mee. Maar ze komen natuurlijk met hun eigen kinderen. Ja, en ook de kleinkinderen. Zeker. Ja, de grap is, wij dachten dat Ernst en Bobby dat moet op een dag naar beneden gaan. Dus laten we dan maar beginnen met andere producties maken en verzinnen. Want dan zal Ernst en Bobby naar beneden gaan. Dan hopen we dat die andere programma's omhoog gaat. En dan eindigen we tenminste niet in de goot.
En het leuke is, die andere programma's die we hebben verzonnen met dezelfde Ernst en Bobby humor en onzin, die zijn eigenlijk heel goed gegaan. Alleen dat gekke Ernst en Bobby, dat gaat helemaal nooit voorbij. Nee, dat gaat nooit voorbij. Dat is heel is lekker, hè? André van Duin zei het ook wel eens, hè? Dat je wel eens bang bent dat het stopt. Dat je denkt, het is nu niet meer, men pakt het niet meer. Maar men pakt het blijft, altijd, Omdat natuurlijk rolverdeling heel goed is. Ja, hij werkt goed. Het blijft gewoon goed werken. Ja. Jullie gaan tekenen hoeveel mensen... Ja, wij denken, we hebben het een beetje zitten rekenen, maar we denken dat zo'n beetje 60 mensen om ons heen zitten bij onze producties die nu helemaal niets aan het doen zijn. Nee. Nou ja, niks maar. Ja, want we mogen de kinderen niet meerekenen, hè? Nee, dat mag niet. Nee. Doe maar gewoon jullie medewerkers. En wanneer denk je zelf dat jullie weer toneel opgaan? Wij gaan gewoon in oktober beginnen. We gaan gewoon 3 keer spelen. We hopen dat de aantallen omhoog kunnen gaan. Ja. Zeg dat de kinderen zijn. Het moet nog ietsje omhoog. Ja. Of er moet iets met die kinderen, het aantal kinderen in de zaal gebeuren. Ja. Hè? Dat je zegt, joh, het zijn een aantal volwassenen dat we tellen. En kinderen mogen er vrij bij. Dat zou voor ons natuurlijk geweldig zijn. En dan denk je een capaciteit van 300, 400 man? Of? Zoiets. Ja. En dan een aantal keer spelen. Het belangrijkste is, we hebben voor onszelf besloten. We gaan gewoon beginnen in oktober. We hopen voor het beste. We gaan gewoon beginnen. Veel te leuk. Het heeft lang genoeg geduurd. Nou, wil je tekenen namens de 60 mensen die je vertegenwoordigen? Zeker. En heel veel succes, jongens. Ja, dankjewel. Leuk om jullie te zien. Zijn. Leuk om jullie te zien. Daar gaan ze. Ernst en Bobby. Ben je Gert-Jan en Erik of Ernst Bobby? Nou, ik zou Ernst en Bobby doen. Gert-Jan en Erik, denken dat zijn experimentele violisten. Gaan we hier kijken. Hier kunnen we mooi bij. Ja, het is gewoon bobben. En dan doen we, ja, ongelooflijk. Ja, natuurlijk, jeugdtheater is net zo belangrijk als ieder ander theatervorm. Ja, Ernst en Bobby. Dankjewel, jongens. Cultuur in actie.